gaan door naar de regio Limburg-Noord bij Weert op de Kempenweg. Surveillanten Don en Roel zitten achter de Belgische bestuurder van een Ford Fiesta die met spoed op weg is naar een Nederlandse koffieshop. En hij heeft nog precies 8 minuten voordat de shop zijn deuren slaat. 149. Ik zal al voor 10 uur bij de koffieshop. Ze gaan nou de bebouwde kom binnen. En binnen die bebouwde kom geldt uiteraard een maximumsnelheid van 50 km per uur. Don heeft een tweede trajectmeting gestart en die komt uit op een gemiddelde snelheid van 110. 149 buiten de kom, 110 binnen de kom. Reden genoeg om met deze Belg een gesprekje aan te knopen. Goedendag meneer. Goedendag. Don van de Stoep van de politie uit Nederland. Het rijbewijs, mag ik dat even zien? Wil je even de motor even uitzetten? Wil je even de motor even afzetten? Hé, je blijft zitten! Hey. De Belg gaat er vandoor en de surveillante zet die direct de achtervolging in. Ver zal deze drugstoerist echter niet komen, want de agenten zitten in zijn kielzog en weten hem verderop alsnog tot stoppen te dwingen. Net erachter dat hij niet weg kan, want daar staan paaltjes. Hey, wat is dat nou, man? Ja, sorry, excuseer. Je gaat niet meer terug die auto in. Maar alsjeblieft, ik ga niet anders, ik moet die teruggeven. Je blijft gewoon eventjes hier staan. Dankjewel. Waarom wordt het gefilmd als ik vraag? Omdat die mensen mijn werk filmen. Maar de reden dat wij jou aan de kant zetten is dat je gewoon veel te hard rijdt. Ja, ik heb hard gegeven. En niet te zuinig. Ik vind het. We hebben hier op de Kempenweg 149 gemeten. Binnen de bebouwde kom 110. Waar 50 is toegestaan. Dus netto de Kempenweg 64 km per uur te hard. Je mag nou niet meer verder rijden. Je bent je rijbewijs kwijt. Je wordt ingevorderd. En je krijgt een procesverbaal. Dat mogen duidelijk zijn, hè? Ik wil jou nog eventjes uitnodigen in de auto. Om eventjes jou te confronteren met jouw gedrag op de weg. Wat niet te tolereren is in Nederland. Ik kan me voorstellen. Roel. Aangenaam. Het. Een beetje gekalmeerd nou? Ja, het zijn niet de prettigste omstandigheden om te testen, maar wij waren aan het tanken. En jij komt voorbij het tankstation, kom jij voorbij gevlogen. Maar goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat heb je denk ik zelf heel goed in de gaten gehad. Daarachter rij jij. En volgens mij heb je hem alleen maar onder op de plank geduwd, heb ik het idee. Ja, ik hoor niet. We hebben hier in de eerste meting in ieder geval gestart. Dat is onze snelheid. En je loopt alleen maar bij ons uit. Tussenafstand wordt alleen maar groter. Mm-hmm. 150, 148. Hier rij je nog ongeveer 150. En hier begin je pas te remmen omdat je dadelijk daar bij een rotonde komt. Maar hier ben je nog een keer een zijstraat voorbij gekomen. Mm-hmm. Als hier verkeer uitkomt, die schatten die snelheid zo niet in. Die denken, nou, die komt dan met 80 ongeveer aanrijden. Die is nog ver weg. Ja. Die rij je rustig op en in één keer bij je. Dan gaan we hier de rotonde over en dan ga je dadelijk richting bebouwde kom. Ik zal hem even een stukje doorspoelen. Dan ook daarna de rotonde. Dus ook weer gelijk het gas erop. Hier rijden we 110. Rijden de bebouwde kom binnen. Tik je 1 seconde even de rem aan. Hier gelijk om het hoekje is een uitrit, hè? Een zijstraat. Mensen die daar uitkomen, die kunnen lastig rechts in kijken. Maar die verwachten niet dat hier iemand met 110 aankomt rijden. Die verwachten 50, dat is nog minder dan de helft. Mm-hmm. Als iemand daar oprijdt, die zegt, oh, er komt niks, rijdt rustig op. En dan kom jij dan met 110 naar de bocht omgevlogen. Wat vind je er nou zelf van als je de beelden zo ziet? Maar dat weet ik zelf meteen als ik aan het rijden ben, dat het niet gaat. Maar ik ken de weg, het is laat en ik moest er zijn. Ja, en dan gaat het meestal juist fout, hè? Weinig op de weg. Als het druk is, ben je veel alerter. Ja. Nu is het alleen maar gas vooruit kijken. Ja, het is ook... Ja, ik heb niet gedronken of ik heb niks gedaan. Dan nee, gelukkig niet. Dat zou helemaal schandalig zijn natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is waar, het is ongevaarlijk. En uiteindelijk schiet je er helemaal niks mee op? Ja, ik had het net gehaald. Dat is waar. Nou goed, en met die actie die je dan vervolgens na het stopteken... Wat nu allemaal gaat volgen, dat is... Wat hebben jullie mij niet precies gemeten? Hoe gaat het voor? Wat ik nou net zei, die snelheid buiten bebouwde kom was 149. Dan gaat 5 km correctie vanaf 144. Mm-hmm. Dus 64 te hard. Daar wordt procesverbaal voor opgemaakt. Mm-hmm. En zoals mijn collega uitgelegd heeft, waarschijnlijk officier van justitie die gaat daar beslissingen nemen. Binnen 10 dagen krijg jij daar bericht van. En tot die tijd mag je niet rijden. Ah ja, nee, dat is niet zo erg. Nee, maar goed, doe je het wel, pleeg je een misdrijf. Mm-hmm. En dan ben je nog verder van huis. Ik ben studentrechter. Dan zou je het heel goed moeten weten, denk ik. Maar dan had je denk ik ook al moeten weten hoe het van tevoren had moeten gebeuren. Dan hadden we hier nu niet gezeten. Tuurlijk niet, maar er zou iedereen die wel eens gaas is, zou wel eens snel rijden. Dus ik praat er niet goed over, want ik ben zeker niemand die constant zou rijden. Want ik heb niet eens een eigen auto, maar ik was echt gehaast. Dus dat is spijtig. Ja.
Dan wens ik jou even goed om een goede avond. En aangezien de bestuurder niet meer mag rijden, moet hij vervangend vervoer zien te regelen. De officier van justitie zal verder over het lot van deze drugstoerist beslissen.